Op 1 januari 2016 fuseren twee protestantse gemeenten, Halfambt en Winsum-Overgem. Ze vormen samen de nieuwe gemeente, Winsum-Halfambt. De kerkleden die in kleine getalen nog in Halfambt actief waren, waren wel bereid om te fuseren op tenminste één voorwaarde. Die middeleeuwse kerken van hun, van Eenderen den Ander de Westernieland, open en levend houden, linksom of rechtsom. In die voorwaarde klonk mij als muziek in de oren, vooral dat linksom of rechtsom. We zijn gaan nadenken, contacten gaan leggen. We hebben onszelf uitgenodigd bij vergaderingen van de school, dorpsbelangen, buurtzorg. We gingen in gesprek met mensen die wars waren van de kerk. Steeds met dezelfde vraag: hoe kunnen wij de kerken in onze dorpen, dat baken van Eenderen, de mooie kleine kerken van hier Den Andel en Westernieland, vlakbij Pieterburen, open en levend houden? Elk dorp is anders. Elke kerk is anders. Inwoners zijn anders. Zo ontstonden in de drie dorpen waar ik het steeds over heb, Den Andel, Westernieland en Eenderen, ideeën. En werden ideeën werkelijkheid. Hier op deze plek werden veel concerten gegeven en lezingen, bijvoorbeeld over de Matthäus Passion, een filmavond of, zoals ik net al noemde, een boekpresentatie. Westernieland is wel heel anders. Op een andere plek, andere mensen, andere cultuur. Daar organiseerden we inmiddels een paar keer een Sint-Jansfeest op 24 juni. Met een midzomernachtwandeling. Met vuur, kruiden en muziek. In Eenderen weer een heel andere kerk, veel groter dan hier. Maar ook, naast al deze activiteiten, elke maand een kerkdienst. In één van deze drie middeleeuwse kerken. En elke zaterdag gaat iemand uit het dorp de klok luiden met de hand in Eenderen en Westernieland. En elke eerste vrijdag van de maand een open poort. Een bijeenkomst met koffie, thee, appeltaart en een thema. En op 2 november, Allerzielen, waren alle drie de kerken open. En kon men, wanneer men het wou, even binnenlopen en een kaars aansteken. Kerk in het dorp zoekt nieuwe wegen op oude gronden. En verbindt daarbij spiritualiteit, natuur, muziek, kunst en cultuur. Door middel van lezingen, muziek, exposities, pelgrimages, al zomaar een stil moment, worden de kerk in het dorp een plekken waar veel mensen zich thuis voelen. Kerk in het dorp is ook omzien naar elkaar. Aandacht en ruimte voor zingeving en spiritualiteit. Kerk in het dorp is van en voor het dorp. Het is een project wat wordt gefinancierd door de protestantse gemeente Winsum-Halfambt. Ideeën veranderen, tijdgeest verandert. Maar de grond waarop we staan en de inspiratie van binnenuit zullen altijd blijven. Of dat nou is in muziek, in stilte, in een psalm, in natuur of in kunst. Dat de kerken op het hoge land van Groningen bijdragen aan het welzijn van mensen. Voor welke kleur, afkomst of snit dan ook. Dat zal een droom zijn. En soms komen dromen een beetje uit.